onze doodvonnis getekend. We zijn dus niet failliet gegaan. We zijn gewoon kapot gemaakt. Hij moet schilderijen veilen die stiekem zijn verhaal vertellen. Ja, eigenlijk zo'n beetje zoals Scrooge. Dirk moet dus de kans krijgen om het goed te maken. Hij moet iets terug gaan doen voor de maatschappij. Dames en heren, hartelijk een goede avond. Welkom. Ik zal de spanning niet langer opbouwen. Het moment is daar. Dirk gaat zijn eigen Scrooge-verhaal vertellen met de schilderijen, zonder dat hij het weet. We krijgen nu het schilderij van Frank Hollywood. In de hedendaagse maatschappij kan een reizende ster snel weer een vallende worden en zich als een meteoriet boren in een diep dal van onverschilligheid. Eenmaal, andermaal,